Jullie weten natuurlijk dat ik normaal gezien een skere boy ben. Ik heb niet eens een mooi huis, alleen maar gemaakt van dirt. Ik heb niet eens kleding aan. Maar na vandaag niet meer. Oh nee, dames en heren. Ik ga eindelijk leven als een rijke Minecrafter. Prachtige auto's, gigantische landhuizen. Ik zal mij begeven in het Valhalla van Minecraft. En ik neem jullie natuurlijk mee. Heel veel plezier met het kijken van deze freaking rijke video. Yo, wat up mensen, welkom bij een nieuwe Minecraft video en vandaag gaan wij even flink wat centjes uitgeven. Oh yeah, ik heb hier alle centjes, wow. Deze video gaat over centjes uitgeven, want we gaan kijken naar de duurste dingen in Minecraft. Ik heb een speciale map gekocht. Ja, als we het toch over centjes hebben. Ik heb deze map moeten kopen, maar daardoor is het wel een hele sikke map. Het is gemaakt door Nox Crew. En als het goed is, is het een creative map met allemaal verschillende soorten dingen voor de rijke mensen. Dus ja, ik ben een beetje underdressed, zoals je kan zien. Ik heb een broekje aan en een, geen t-shirt. Oh, er riep iemand naar me. Hallo? Riep jij daar naar me daar aan de achterkant? Oké, daar riep iemand. Ik ga even anders aantrekken, want die heb ik gekocht. Ik ga denk ik even kijken naar de miljonairs landhuizen skinnen. Oh yeah, je boy is een miljonair. Doet die even. Welke zal ik doen? Zal ik me netjes kleden? Oké, ja, ik kan voor de nette skin gaan. Ik kan me ook voor mijn vrouwelijke kant wat meer laten zien. Nee, het kan hè, het kan. Of zal ik gewoon voor de gangster? Ja man, we gaan voor de gangster skin. Check it out. Yo, je boy is een gangster, man. Nice skin. Nice skin. Laten wij eens doorlopen. Oh, geld. Het geld vliegt me om de oren. Eindelijk. Hallo. Praat met Buildy om door te gaan. Oké, ik ga al met je praten. Je ziet er een beetje raar uit. Waarom heb je twee handen die door elkaar heen... Dat is raar, man. Of hebben alle rijke mensen dat? Hallo, mijn naam is Buildy. Welkom bij de de Millionaire Mansion Creative Toolbox. Head out and press the buttons to learn more about the Creative Toolbox. Oké, dus dit is een soort van gereedschapskist met allemaal dingen die je kan gebruiken als je dus dure, mooie spullen wilt maken. We hebben een auto? Welkom bij Buildy's Buildings Building. Wat? Deze plek gaat over jou de juiste dingen geven om mooie dingen te kunnen bouwen. Tafels, stoelen en allemaal meer spullen. Alles wat je wil. Weet je wat? Wij gaan gewoon kijken. Kijk nou. Dit is wel mooi hoor. Yo, kan jij even je mond houden? Ik probeer een video in op te nemen. Ik ben rijk, dus je moet je mond houden. Oké? Zo werkt dat. Check die dingen. Het ziet er dope uit. Een minecart. Kan ik die... Ja, ik kan erin rijden. Ik kan erin rijden. Waarom is hij zo raar? Waarom blijft hij zo staan? Ik denk niet dat de bedoeling is dat ik hierin rij. Oh, maar wacht even. Kan ik dan ook de... Oh, yes, boys. Oh, ze zien me rijden. Hey. Wat? Ik denk echt niet dat dit de bedoeling is. Ik ga ze even wegzetten. Dan ga ik straks in die andere dingen rijden. Want ik zie ook al een helikopter. Yo, dit wordt een mooie aflevering. Ga aan de kant, Buildy. Oh, ze hebben wel veel nieuwe models erin zitten, hè? Jeetje, vette badkamer, alles. Yo, een prijzenkast. Ik weet niet waarvoor die prijzenkast is. Dan zie je een helikopter, een water. Yo, dit is zo cool. Ik wil even naar een wereld. Oh jee, heel veel dingen. Heel veel dingen, ja, oké. Heel veel dingen. Oh, hier hebben ze ook allemaal dingen staan. Vehicles, kan je allemaal meenemen. Oh, ze hebben niet de namen veranderd. Span een wolf en dan span je dus andere dingen. Even kijken hoor. Laten we eens kijken. Je ziet hier allemaal blokken die dus ook nieuw zijn in deze wereld. Of in ieder geval in deze toolbox om dingen te maken. Maar ik wil eigenlijk even kijken... Of zij een wereld hebben gemaakt waar je alvast wat van die items kan vinden. Een jetpack? Een jetpack, dames en heren? Een jetpack? Ja, alsjeblieft. Dankjewel. Yo, ik heb een jetpack. Wee! Oh, het is gewoon echt letterlijk een alien. Oh. No, ik dacht dat ik gewoon serieus cool kon vliegen. Het ziet er wel cool uit, eerlijk is eerlijk. Ik hoop dat ik omhoog kon vliegen. Swimwear. Oké, we gaan gewoon even doorlopen. Ik hoop... Oh, kijk, ik zie al een wereld. Vliegen, je kan nu vliegen rond de map met een helikopter. Nou, dat gaan we zeker even doen. Nou, laten we eens gaan rondkijken. Yo! Eerst even time, set, day. We maken het eventjes dag. Alright. Oh, waarom staan die piano's buiten? Hebben de rijke mensen geld over of zo om overal piano's neer te zetten? Oh. Ik dacht ik kan erop spelen, maar blijkbaar kan ik erop rijden.
Ik rij op een piano. En hij maakt ook nog geluid. Wat is dit voor rare texture pack? Oké, nou, ik heb zo net op een piano gereden. Dat kan niet iedereen elke dag zetten. Hey, dames en heren. Als je trouwens dit soort unieke Minecraft video's leuk vindt, abonneer zeker even op mijn kanaal. En check mijn survival serie. Ik doe een roleplay survival serie 4 keer per week. Zeker leuk om te volgen als je het nog niet hebt gedaan. Abonneer even en klik dat belletje aan. Dan hoor jij bij de Bell Squad. En als het goed is, heb je al mensen in de Bell Squad gezien in de comments. Wat? Mijn helikopter is weg. Mijn helikopter. Oké. Ik probeer altijd voor jullie de leukste mappen te bekijken en de nieuwste dingen. Dus abonneer zeker even als je Minecraft dope vindt. En als je meer video's wil zien. En mijn helikopter is gewoon genakt. Oh, je ziet daarboven. Oh, daarboven is een helikopter. Ik kon zweren dat daar een helikopter stond. Like, serieus. Oké, cool. Hey, ik zit in een helikopter. Wel blijven opstijgen. Kijk nou, yo, deze huizen zijn sick. Oké, ik moet zo omhoog. Yo, eerlijk hoor, maar dit is wel een zieke map. Dit is wel een mokervette map. Knoxville. Johnny Knoxville. Dit is cool, zeg. Het is toch wel knap hoe die mensen dat allemaal kunnen maken, hè? Wauw. Je zou maar gewoon zo'n map kunnen maken. Insane. Weet je wat? Ik ga kijken of ik nog wat leuke dingen kan vinden. Ik ga even... Waar kan ik mijn helikopter parkeren? Ik zoek een helipad. Is hier een helipad? Nee, er zitten zonnepanelen bovenop. Ik heb een helipad nodig. Hier, daar, in de tuin, daarboven. Dat ziet er wel uit als een mooi huis. Laten we die even checken. Woehoe! Vlieg even door, helikopter. Even doorvliegen. Oh, je moet dus rechtdoor kijken. Hallo! Hallo, mensen! Ik ben even aan het vliegen. Let niet op mij. Oh, kijk. Je kan zo... Ah. Very nice. Very nice. Laten wij eens even gaan landen. Whee! Prachtig. 10 uit de 10 landing. Ik vind het heel cool hoe ze de wegen hebben gedaan. Ze hebben echt een beetje zo kringelwegetjes. Wegetjes. Van die kronkelweggetjes gedaan. Het ziet er mooi uit. Het is alleen, denk ik, wol of zo? Ik denk dat het wol is. Hij heeft ook een dikke bak, jongen. Dit doet me denken aan mijn vlog dat ik naar de fabriek van McLaren was. Als je die wilt checken trouwens, ga naar youtube.com of zoek gewoon op Wouter. Dan vind je mijn vlogkanaal, mijn persoonlijke kanaal. Daar ben ik naar de McLaren fabriek geweest. Een heel duur automerk. Super lachen voor de mensen die mijn vlogs willen volgen. Zeker even checken. Wow, ze hebben zoveel interieur. Ook mooie stoelen, kan je erop zitten? Wauw. Kan ik nu ook rijden op de stoelen? Net als op die andere dingen. Ik wil rijden. Oké, ik kan er niet op rijden. Jammer. Kijk, iedereen heeft prijzen. Man. Alle rijke mensen hebben prijzen. Ik weet niet waarom ik opeens een boost krijg, maar oké. Oh, dit is ook mooi, hé. Hoe ze echt het... Wat hoorde ik daar? Hoor ik een poes? Oh, dat was geen poes. Hey! Oh, jij bent geen poes. Dat ziet er niet uit als een poes. Wat doe jij hier? Woon jij hier? Hallo? Kan ik op je rijden? Pam. Oh, niet boos worden. Oh, hij is boos. Hij is boos. Kijk of hij echt hem aangaat. Oh, nee. Oh, nee. Hij kijkt boos naar mijn mensen. Oké, ik ga snel omhoog. Ik ga weer mijn huis binnen. Ja, maar het gas ziet er dus echt wel nice uit. I like it. Ze hebben ook wasmachines en alles. Ik vind dat ze een toffe texture pack hebben gemaakt. En ook de wereld die ze hebben gemaakt is echt wel mooi. Oi, oi, oi. Kijk nou, gewoon een dikke, vette thuisbioscoop. Heerlijk. Heerlijk. En hierboven heb je nog mooie ruimtes. Zijn dit trapdoors? Dit zijn trapdoors. En nu ga ik met mijn jetpack. Let op, dames en heren. Dit is de stunt van de eeuw. Ga ik... Ik zie daar iets van geld. Dus laat ik eens even gaan checken bij het geld. Woo! Met jetpack! Woo! Oh, dit is cool. Oh, ze hebben daar een basketbalveld. Oh, yo. Oké, is dat de bank? Oh, de shop. Oké, het is een shop. Laten we checken. Whee! Hallo shop, wat verkopen jullie voor rijke mensen zoals ik? Want ik ben rijk, want ik draag bling bling en een jetpack. Dat zie je niet vaak. Very nice, kan ik dat kopen? Ik wil kopen. Ik denk niet dat de winkels hier echt werken. Ik hoor wel iets. Er gebeurt hier heel veel achter. Hoor je dat? Ik weet niet wat het is. Ja. Moet ik hier op of zo? Hoe kom ik aan mijn spullen? Ik snap er niets van. Ik wil Nemo kopen. Ik heb Nemo gevonden.
Jongens, zelfs twee Nemo's. Ik heb ze. Oké, nou, ik denk niet dat je hier dingen kan kopen. Dat is een beetje jammer. Alhoewel, nee. Oké, de kassa's hoeven ze ook geen geld. Nou, prima, toch? Duik toch niet? Potverdrie, zeg. Potverdrie, dan ga ik wel weg. Ik ga wel naar... Wat zou dat zijn? Ik denk een zwembad. Oh, maar ik zie auto's staan. Oh, het is een autodealer. Oh, yo! Check deze ride, jongens. Oh, yo! Een dikke limbo in Minecraft. Let's go, boys. Let's go! Yo, hier moet ik wel echt even poseren. Door. Hallo, dit is mijn auto. Oh yeah, hiermee rijd ik elke dag benen sol. Ja. Met de jetpack. Kan ik er ook in? Oh, ik kan er ook in rijden. Oh, zo, die maakt een raar geluid. Wow, yo. Oké. Ze rijden allemaal interessant. Wee, pas op. Panda. Hey. Ze rijden echt zo weird. Maar oké, het werkt, denk ik. Soort van. Ik ga weer parkeren. Ik ga binnen even de auto's checken. Oh my god, ik zie een scooter. Ik zie een scooter. Route, 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 route. Ik zie me daar een scooter. Mag ik er even langs, panda? Dank u wel. Oeh, we gaan shoppen voor een nieuwe auto. Oh yeah! Laten wij eens even kijken. Oeh, een helikopter staat even geparkeerd tussen de auto's. Wist je dat je een decal aan je auto kan toevoegen? Een decal is een sticker. Add a decal by placing a color carpet in the car's inventory. Oké. Oh, hier hoor je nog andere dingen. Weet je wat? Ik ga eerst deze kant op. Ik moet een stukje tapijt hebben, oké? Kan ik dat hier vinden? Oh, dan moet ik denk even creative. Game mode creative. En dan carp. Ik weet echt niet hoe dit allemaal werkt. Is het Nederlands? Oh, het is Nederlands. Tapijt. Laat ik een roze doen en een paarse en die. Zo, game mode survival. Kan dus... Oh, ik ga het even weather clear time set day maken. Zo. Kan het dus een andere kleur geven? Ik ga even deze auto... Oh, zo, wat een rare auto is dit dan. Ik ga hem dus iets geven. Ik weet niet hoe ik in de inventory... Oh, hier. De lama. Het is een lama. Er staat linksboven. Het is een lama. Waarom betaal ik zoveel voor een lama? Oeh, kijk. Oeh. Zie je dat? Er kwamen strepen omheen. Oh, en nu pijlen of zo? Oké. En dan nu? Boy! Check mijn auto, vriend! Die is sick. Kan ik het ook in mijn helikopter? Oh nee, ik ga er vandoor. Oh nee, de helikopter kan niet. Oké, sorry. Oh, daar stort even mijn helikopter neer. Yo, ik ga even mijn scooter pakken. Ik vond scooter wel nice uitzien. En we hebben hier ook gewoon nog karts staan. Dit is zo dik, man. Wow, wat een geluid maakt dit ding. Met de jetpack. Wat een verschrikkelijk geluid. Oh my god. Kan ik op springen? Oh, nope. Wat een geluid, dames en heren. Oké, de sound effects moeten ze een beetje aanwerken. Ik ga niet liegen, dat moeten ze een beetje aanwerken. Laten we deze checken. ATV, oh, die maakt in ieder geval geen geluid. Oh, dat is fijn. Kijk, we kunnen gewoon even lekker rondcruisen. Die is waarschijnlijk elektrisch of zo. Ik hoor hem een klein beetje, maar dat is niet erg. Waarom staat hier een kopje koffie buiten? Jongens, wie is de koffie staat nog buiten? Pot voor drie. Wij rijke mensen laten ook alles overal slingeren. Weet je wat? Ik ga het strand op. Oké. Ik ga blijkbaar het strand op via deze weg. Ja, topweg. Topweg. Topplan. OMG. Ik zie daar een boot. Kan ik daar ook in? Het ziet eruit als blokken. Ik weet niet of ik erin kan varen. Laten we checken. Met mijn ATV. Woehoe. Je kan hier echt wel nice racing games mee maken. Ik ben bang dat dit een nep is. Ben jij echt? No, je bent toch gewoon een hekje? Je hebt me gehackt. Hey. Die was goed, hè? Ja, dan moet hij toe. Ja, dat was een goeie. Dat is wel een duimpje omhoog waard. Wee. Zo, hier kun je dus wel mee springen. Dit is denk ik een paard dan, of niet? Is dit een paard? Waar kan ik zien of dit een paard is? Ik weet niet, ik krijg hier geen inventory. Dus ik denk haast dat het een paard is zonder inventory. Dat zou op zich wel kunnen. Let's check it out, boys. Let's check it out, boys. Let's check it. Check it. Wat hebben we hier nog? Oeh, de partyboot. Yo, wij moeten bij het feestje zijn. Miauw. Dit ding rijdt wel snel. Ik zou het oprecht chill vinden om dit gewoon in de game te hebben. Gewoon een beetje snel van plek naar plek kan rijden. Wee. En de jump. Oh, lekker. Op naar de partyboot. Yeah, boy. Mag ik even tussendoor? Partyboot. Oké, dank u. Wow, wat een gezelligheid hier. Dames en heren, ik hoor allemaal dingen. Oh, dat is die papegaai. Ga weg, partyboot. Ik bedoel, mijn ding. Wauw, wat een partyboot. We hebben zelfs gewoon een discobal. Hij doet niet heel veel, maar we hebben hem wel. Hey, boom, tjak, boom, tjak, boom, tjak. Very nice, very cool. Maar dat is het volgens mij ook wel. Restrooms, gaan we nog even op het toilet kijken. En welke van de twee gaan we? Oh, ze zijn volgens mij allebei hetzelfde. Kan je nou hier doorheen kijken? Wacht even, het is geen spiegel, toch? Je ziet gewoon de andere kant. Wow, je kan gewoon naar elkaar kijken. Dat is raar.
Oh, heerlijk. Heerlijk. Dames en heren, ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Smash even dat duimpje omhoog als je het leuk vond. Check ook mijn andere video's, want ik heb heel veel van dit soort custom maps gedaan. Kijk lekker op mijn kanaal of klik op een van deze andere twee video's. Die ook hartstikke leuk waren. Ik zou het super tof vinden als je die checkt. Abonneer je voor meer Minecraft. En ik zie je de volgende keer weer bij een nieuwe video. Tot de volgende keer, mensen. Ciao.